breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van hem, de mensenzoon hier in ons midden. En bevestig uw kerk die een ballingschap is. Maak haar één en liefde. Pelgrimini. 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 We staan hier voor de replica van het geboortehuisje van Peerke Donders. En op deze plek, op de heikant van Tilburg, is Peerke geboren op 27 oktober 1809. Let alstublieft op voor de hoge drempels en de lage balken. Wat ik het meest interessant vind van Peerke Donders is dat hij uit een zeer eenvoudige afkomst is. En dat misschien juist dat voor hem de drijfveer was om daar juist voor de meest verlatene, de arme mensen er te zijn. Dat is nogal wat geweest om dan werkelijk zijn milieu, en dat is natuurlijk een heel besloten milieu geweest, te verlaten. En dan het schip op te gaan naar Suriname, een land dat hij helemaal niet kende, wetende dat hij ook nooit zal terugkomen. Het is een heel fijn helder water en men dacht dus dat dit water ook wonderdadige kracht had. We zien hier Peerke Donders, meer dan levensgroot, in zijn redemptoristenpij met een mantel om. En we zien hier in relief allerlei scènes uit het leven van Peerke. Ja, ik denk dat hij dat koloniaal figuur ook zeker anders moet zijn dan menigeen in die tijd was. Hè? Die heel duidelijk had van, het is ons bezit, dat een stukje Suriname. En wij zijn toch eigenlijk de mensen die er allemaal beter zijn dan zij en zo. Ik denk dat bij Peerke Donders dat heel anders lag. Dat hij echt zei, het zijn allemaal mensen. God is er voor iedereen, dus ik moet er ook zijn voor iedereen. Peertes Donders, vriend van armen, groot is zijn liefde, zachtmoedig zijn kracht. En zullen we dan samen gewoon rustig langs de staties lopen? Het is misschien het meest mooie om dat gewoon in stilte te doen. Hè? Ze hebben het vonnis geveld. Jezus krijgt de doodstraf. Ook de melaatsen van Suriname werden verbannen uit het land van de levenden. Hen wacht alleen de dood. God, als mensen worden uitgebannen, weggestopt in kampen, laat ons dan bondgenoten zijn in de geest van Petrus Donders en opkomen voor respect en een menswaardig bestaan. Meestal is dat een paar dagen. Nu is het één dag. En de mensen gaan niet met een bus daar naartoe. Dus gewoon op eigen gelegenheid is het een pelgrimini. Ik ben zelf een bedevaartmens, om het zo even uit te drukken. En ik vind het zo'n dag, ja, dat doet toch wel weer heel goed, want je proeft toch de sfeer weer. Ik vind het eigenlijk iets heel moois. Kijk, een organisatie die heel erg afhankelijk is, dat is gewoon hun eigenheid om groepsreizen naar pelgrimsoorden, vooral naar Lourdes, te maken. Dat die zo creatief zijn om te zeggen, hoe kunnen wij de geest van pelgrimeren toch een beetje levend houden bij onze mensen, zeg maar. Maar ook dat ze zeggen, nou, dit is misschien wel een manier om mensen ook te laten zien dat er zoveel bijzondere plekken zijn in eigen land. Wat kun je nog zeggen tegen iemand die gaat sterven? Zeg maar niets. In het begin dan ga je dus echt voor de sfeer en voor de gezelligheid. Maar later wordt het toch iets dieper. En dan blijf je een beetje, ja, het wordt toch verslaafd aan bedevaarten. Dit is toch echt een tijd geweest van, ja, iemand zei van eenzaamheid, ja, dat wil ik niet zo niet noemen. Maar eigenlijk voelden ze dat wel zo, hè, van de niet meer gewoon de contacten hebben met je dierbaren zoals altijd. En het is toch even weer een moment om iets van die sfeer van samen te proeven als het ware. Gij, onze hoop, wij danken u vol vreugde en dan bidden u met deze woorden heilig. Onder deze sfeer gaan mensen toch weer met elkaar praten, weer met elkaar een klein beetje delen. Daarom vind ik dat wel belangrijk.
Ik denk dat zo die eendaagse pelgrimstochten, dat best een blijvertje kan zijn.